Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom op Sportpark Langezand in Lelystad. Vandaag het bekerduel Lelystad 67 tegen DVS 33. Naast mij de trainer Roland ter Berge. Roland, wat weet jij van Lelystad 67 naast dat ze uitkomen in de tweede klasse G? Nou, eerlijk gezegd niet zo heel veel. En ook wel een beetje bewust hoor. Kijk, ik denk dat wij in de topklasse al heel veel te maken krijgen met tegenstanders die zich op een bepaalde manier aanpassen. Of dat wij moeten kijken van waar we ons voordeel kunnen halen. Veelal hebben we die informatie voor die tijd, maar veelal moeten we dat ook tijdens de wedstrijd doen. Of deze tegenstander nou, kijk, volgens mij spelen ze 4-3, dat weten we dan wel. Maar of ze nou met de punten voor of punten achter spelen. Ja, dat hebben we al zo vaak besproken met de groep van waar dan de voordelen liggen en waar we op moeten letten. Dus in die zin weten we niet zo heel veel. Oké. Okay. Hey, en de beker, hè? Vind jij dat net zo belangrijk als de competitie? Nou, kijk, ik vergelijk het nooit met elkaar, laat ik het zo zeggen. Kijk, voetbal is volgens mij bedacht om te winnen. Hè? Daar gaat het om. En je kunt in het seizoen kun je een paar prijzen winnen. Dus met periodes, met de kampioenschap. Dit jaar geen periodes volgens mij, maar... En je kunt de beker ook winnen. Dus de beker is ook een prijs. En volgens mij speel je daarvoor. Dus ik kan mij niet voorstellen dat mensen dat niet serieus nemen. Je hoort wel eens trainers dat roepen. Maar ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Dus ik vind dat de absolute prijs. En ik denk dat wij ook gewoon elke week gewoon echt topwedstrijden moeten spelen in die topklasse. En ik denk dat je nu dus, als je het hebt over van beter willen worden met elkaar. Ja, heb je ook de mogelijkheid gewoon om dingen gewoon weer beter uit te voeren op een net ietsjes... lager niveau, maar met alle respect. Maar goed, daarin kun je je wel ontwikkelen. Oké, want je hebt natuurlijk ervaring met het in de beker, met winnen van die beker. Ja, het was een leuke ervaring vorig jaar. Maar ook daarbij moet je wel gezegd hebben, het is een hele lange weg. Hè? Dus ook onderweg hebben we vorig jaar ook wel eens een keer wat mindere wedstrijden gehad. En dan met geluk erdoor gekomen. Dat je achteraf wel goed beseft van, het had ook anders kunnen zijn. Hè? Maar we hebben wel meegemaakt hoe mooi het kan zijn. Een mooie finale gespeeld, ook gewonnen en... Ja, dat kun je ze ook voorhouden. Ja, absoluut. En met wie ga je spelen vandaag? Speel je gewoon met de sterkste opstelling waar je mee ook speelt in de competitie? Ja, in principe wel. We hebben een paar jongens die we wat sparen. Yassin Koert is er niet bij, die is van de week geopereerd aan zijn oog. En voor de rest spelen wij zo goed als hetzelfde. Even kijken, Roelof die speelt in plaats van Roald. En ja, we spelen weer tegen drie spitsen, dus dan speelt Heiko gewoon weer rechtsachter op dit moment. Dus zo goed als hetzelfde, ja. Oké, dan wens ik je veel succes met deze wedstrijd en bedankt voor dit interview. Dames en heren, naast mij... trainer van Lelystad 67, Remco Arends. Voor velen een bekend gezicht bij DVS, want hij heeft ook bij DVS gewerkt, Remco. Remco, wat ging er door jou heen toen je hoorde dat DVS de volgende tegenstander zou worden in de beker? Nou, een gelukkig gevoel. Als je dan een ronde verder komt, dan hoop je op een mooie tegenstander. Liefst van niveau. Dat is een topklasse zeker. En als het dan ook nog DVS is, waar dan Mike ook nog speelt en waar ik zelf 4 jaar heb mogen werken, dan was ik heel gelukkig met de tegenstander DVS. Oké. Hey, en de voorbereiding van de week, kun je aan de jongens dan merken dat ze tegen een topklasse spelen? Nee. Maar goed, dat is wel een beetje Lelystad eigen. Ze kijken niet echt tegen tegenstanders op. Ze gaan uit van hun eigen kracht. En natuurlijk vinden ze het mooi om eens een keer te kunnen meten met een topklasser. Maar tijdens trainingen merk ik dat niet. Oké. Hey, en hoe heb je je jongens voorbereid op deze wedstrijd? Ja, natuurlijk... aangegeven het niveau van een topklasser. Dat ze moeten... kunnen omgaan met het niveau wat DVS laat zien in de wedstrijd, het positiespel, dat ze minder aan de bal komen dan dat ze gewend zijn in de competitie. Ja, en dat je daar niet druk om hoeft te maken, dat je daar rustig mee om kan gaan, maar dat je de momenten moet gaan pakken die je krijgt en zorgen dat je dan in ieder geval compact gaat spelen, verdedigend compact gaat staan en de momenten dat je in balbezit komt, balbezit houden of snel toeslaan. Oké, duidelijk. Wat verwacht jij van DVS? Ja, kijk, het is, zoals velen misschien zeggen, een wedstrijd tussendoor voor DVS. Maar
Het is natuurlijk wel zaak dat ze gewoon ritme houden voor de competitie. En volgende week staat er weer een competitiewedstrijd op programma. Dus ik verwacht dat DVS natuurlijk wel met een paar aanpassingen die ik zag. Niet in hun allersterkste opstelling. Met name achterin hebben ze volgens mij 1 of 2 aanpassingen ten opzichte van de competitie. Maar goed, ik ga er wel vanuit dat we een gedreven DVS kunnen zien die het heel snel af wil maken tegen de tweede klasse. Hey, ten slotte de vraag, met welk resultaat ben jij tevreden aan het eind van deze wedstrijd? Nou, kijk, heb ik ook tegen de jongens gezegd, we hopen dat we er een wedstrijd van kunnen maken. Dat we zo lang mogelijk de nul kunnen houden. En zo lang mogelijk zou ik, als we een half uur de nul kunnen houden, dan kun je misschien verder in de wedstrijd groeien. Dan wordt misschien DWS wat ongeduldiger. En ik zou al blij zijn als we goed staan, verdedigend. Dat we tactisch goed neer kunnen zetten, dat ze tactisch goed kunnen uitvoeren. En dat we momenten die we krijgen, dat we daar af en toe eens even ook op de helft tegenstander toe kunnen slaan. Ja, uitslag. Kijk, normaal gesproken zal DVS van een tweede klasse moeten winnen. Ik zal niet ontevreden zijn als we met een nederlaag hier van het veld stappen. Absoluut niet. Maar het gaat mij even om de uitvoering. Hoe ver kunnen we dan, hoe lang kunnen we mee met een DVS? En dat vind ik het allerbelangrijkste. Oké, duidelijk. Dan wens ik je een hele prettige wedstrijd en vooral heel erg genieten van deze wedstrijd. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Wedstrijd staat op punt van beginnen. Lelystad mag gaan aftrappen in deze bekerwedstrijd tussen Lelystad 67 en DVS 33. Rolf de Groot, Maurice de Ruiter. Kijken of hij daar een actie kan gaan maken. Geeft de bal aan Kai Velda. Had misschien even een schot in gedachten, maar Mike Arends is helemaal vrij daar. Maurice de Ruiter. Schiet daar, legt de bal daar bij Ali. Oh, en dan kopt Roelof hem net voor Ali's hoofd weg. Kans DVS. Ingooi voor DVS. Joran van Zanten. Heiko Epe. David van de Groep. Edmund Meijner, de bal hier op Roelof de Groot. Hier is ruimte. Kijk of hij wat snelheid erin kan brengen in deze aanval. Ruimte voor Kai. Misschien voor een schot. Nee, Maurice de Ruiter. Kai Velda. Hairi Pinashi. Rolof de Groot. Voorzet daar. Kai Velda. Nee, kan de bal wel koppen, maar niet gevaar worden. Ja, de scheidsrechter constateert de hensbal. Vrije trap op een mooie plek voor DVS. Mike Arends met de vrije trap. Schiet de bal daar fantastisch binnen. Een specialiteit van Mike Arends. Hij opent de score tegen Lelystad. Met een prachtige vrije trap. Keeper kan er niet bij. Keurig goal. Ik weet niet in de hoeveelste minuten we spelen. Maar in ieder geval stand 0-1 in het voordeel van DVS 33. Doelpuntenmaker Mike Arends. Kai Velda. Ali Akla, daar ligt ruimte. Kan hij 1-op-1 tegenstander gaan opzoeken? Gaat binnendoor. Houdt balbezit. Geeft hij voorzet. Kan Mike Arends de 2-0 net niet maken. Bal gaat net naast. Kan Maus daar die bal aannemen? Ja, tussen twee man in een prachtige actie en hij verdient deze goal ook. De actie vooraf is mooi. Maurice de Ruiter maakt de 0-2. En ik schat dat we zo'n 35 minuten gevoetbald hebben. DVS komt op een 0-2 voorsprong. Doelpuntenmaker Maurice de Ruiter. Mike Arends. Mike Arends kan daar geen balbezit houden. Lelystad kan overnemen. Wil die bal meteen richting nummer 11. Richard is hier nog achter. Die gaat de 16 meter binnen. Kan de bal aannemen. Heeft Dufika daarachter ook bij zich. En die krijgt daar een kans. En daar schrikt hij zelf een beetje van. Goeie kans voor Lelystad. Maar spits Dufika schrok van deze enorme mogelijkheid.
DVS houdt balbezit, Rolof de Groot. Ali Akla. Ali Akla. Het Romein tegenover zich. Gaat daar keurig die man voorbij en gaat schieten. Schot gesmoord door de nummer 2 van Beveren. Maar toch een doelpunt daar. Maurice de Ruiter krijgt de bal voor zijn voeten en mag de 0-3 noteren. DVS komt op een verdiende voorsprong van 0-3. Doelpunt te maken opnieuw Maurice de Ruiter. DVS trapt af voor de tweede helft van deze bekerwedstrijd. Rolof de Groot, Kai Velda, Mike Arends, Kai Velda. Mooi gecombineerd daar. Mike Arends kan doorgaan. Ali Akla heeft ruimte voor een schot en die gaat schieten. Goed gepareerd door de keeper in eerste instantie, maar tweede instantie kan Jordi Grovenstein de 0-4 aantekenen. Vers in het veld gekomen. Jordi Grovenstein met nummer 14 maakt de 0-4 in het voordeel van DVS 33. Mike Arends staat klaar om de vrije trap te nemen. Komt die vrije trap? Scherp gegeven daar. Oh, dat glijden twee voor langs. Ali Akla niet. En als ik het goed zie, Rolof de Groot niet. Goede scherpe vrije trap van Mike Arends. Maar helaas niet afgemaakt door DVS. Goed gevoetbald daar. David van de Groep. Bal op Kai Velda. Oeh, daar vergeet Kai Velda te scoren. De keeper ligt ook goed in de weg. Mooie bal hier van Heiko Epe. Inmiddels aan de andere kant. Ruimte daar, ja. Hij ligt erachter. Hamouchi kan gaan scoren nu. Doet dat niet. Bal wordt, nadat hij de keeper Paul Epping is gepasseerd, door Heiko Epe weggehaald. Publiek dacht aan een strafschop. Maar in de ogen van de scheidsrechter was dat niet zo. Van de Winkel. Terug op de keeper Yilmaz. Rolof de Groot daar sterk verdedigd. Mike Arends kan 1-op-1 komen met de keeper en schiet. En die bal gaat net naast. Goede redding van de keeper Yilmaz op het schot van Mike Arends. David van de Groep. Mike Arends, mooie bal daar op Roel de Vries. Staat geen buitenspel. En maakt daar de 0-5. Mooie assist van Mike Arends op Roald de Vries. En Roald de Vries kan de 0-5 maken. Mike Arends met de vrije trap. Brengt de 16 meter in. Roald de Vries kopt daar mooi door. En kopt hem op het hoofd van Jordi Grovenstein. Die kan de 0-6 aantekenen. Ik denk 88 minuten gespeeld. Doelpunt voor DVS, de 0-6. Gemaakt door Jordi Grovenstein. En daar fluit scheidsrechter De Wit voor de laatste keer deze wedstrijd. DVS bekert verder met een verdiende overwinning op Lelystad 67 hier op Sportpark Langezand. Uitslag Lelystad 67 tegen DVS 33 0-6. Wens ik u namens DVS TV een prettig weekend.